Welkom bij deze sessie over WordPress. Aan de linkerkant Peter Bilt. Mijn naam is Ewald Lucas. Vandaag willen we jullie iets vertellen over WordPress en de mogelijkheden die we op dat gebied kunnen bieden. Maar zoals jullie weten, ongetwijfeld weten, is WordPress een heel veel gebruikt platform. En als ik kijk naar de praktijk, daar zijn er best wel wat zorgen. En die zorgen, zeg maar eventjes, die willen we vandaag zeg maar, in een aantal stappen met jullie doornemen. Daar wil Peter toelichting op geven. Zorgen bijvoorbeeld over performance en over beveiliging. Nou, als we daar eens even met die eerste beginnen, Peter. Performance, ik lees altijd websites, veel bezoekers. Het is niet alleen maar een uithangbord. Hoe kunnen we nou zorgen dat die performance op die website, zeg maar, in pieken met reclames, dat die onder controle blijft? Ja, en het moeilijke daarbij is natuurlijk dat je eigenlijk vaak niet weet wanneer die piek gaat komen. Hè? Ja. WordPress is het meest gebruikte CMS ter wereld op dit moment, dus dat zie ik eigenlijk het meest langskomen. En daar zie je wel dat die load natuurlijk enorm kan variëren. Dat heb je sowieso bij websites. Het kan zijn dat ergens een nieuwsbericht wordt gepost wat in één keer heel veel bezoekers trekt. Ja. Het kan zijn dat je een webshop hebt draaien of dat je een blog hebt die in één keer heel veel gelezen wordt. Dus eigenlijk is dat heel lastig te voorspellen. En het traditionele probleem is dat je daar eigenlijk op moet sizen. Dus wat altijd gebeurde is dat er gegokt werd wanneer de load zou zijn en wat die load zou zijn, hoe hoog die load zou zijn. En daarop werd dan maar de machine gesized. Ja. Maar dan moet je dat op voorhand moet je dat allemaal klaarzetten, eigenlijk niet wetende wat er komt. Dat of enorm overdimensioneren met bijbehorende kosten. Kijk, je kunt een enorme omgeving neerzetten die gemiddeld minder dan 1% load heeft, wat overigens vrij veel voorkomt in traditionele hosting. Maar dat is natuurlijk een beetje zonde van de kosten die je dan continu loopt te maken als je 99% van de omgeving niet gebruikt. Ja. En je zet het alleen neer voor het moment dat misschien die piek komt. Ja, of dat er dan in één keer stress is, want dan is die pieker en dan blijkt je nog net te laag gesized te hebben en is het toch niet voldoende. Ja, want hoe zouden we dat kunnen oplossen? Hebben we daar middelen voor, zeg maar even, om onze klant daar zeg maar bij te helpen en om de WordPress daarbij te ondersteunen? Ja, die hebben we zeker. En daar gaan we straks nog iets dieper op in. Maar in ons platform zitten mogelijkheden, ons PaaS-platform, om dat op te vangen. Waarbij we automatisch zeg maar meegroeien met de lood, maar ook weer terugkrimpen met de lood. Oké, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dat is best wel een veelkomend aspect. Ja. Maar interessant, ik hoor je zeggen, we gaan er straks op terugkomen. Dus dan parkeer ik hem voor nu eventjes. Ja. Maar ik ben blij om te horen dat daar oplossingen voor zijn. Een ander, zeg maar, veel voorkomend issue, of in ieder geval topic, is security. Beveiliging, hacks. Ik heb mijn wachtwoord moet ik ingeven. Is dat dan wel veilig? Ik voer mijn creditcardnummer in. Ik heb een e-mailadres. Beveiliging is echt wel een topic. Ja, ik ben wel eventjes beveiliging is key bij dit soort sites. Zeker op het moment dat je wat meer bekendheid krijgt, dan wordt gegarandeerd geprobeerd om jou te hacken. Ja. Om in jouw systemen te komen. En je moet een soort van basishygiëne op je omgeving toepassen. Ja. En dat zou eigenlijk altijd moeten gebeuren, maar vaak zie je dat het gewoon niet het geval is. Okay. Dus die punten is goed om rekening mee te houden als je zo'n platform neerzet. Ja. Maar nog beter is natuurlijk als daar voor je gezorgd wordt, zodat je daar zelf niet rekening of dat je dat zelf niet op hoeft te zetten, dat het systeem erin voorziet. Okay. En ook daar hebben wij in de PaaS-oplossing een aantal maatregelen die daarbij helpen om die beveiliging op orde te hebben. Dus begrijp ik het dan goed dat wij zeg maar onze klanten en de WordPress-gebruikers zeg maar een veilig platform kunnen bieden waar ze zeg maar vertrouwd hun data kunnen neerzetten? Dat klopt, ja. Oké. Okay. Uiteraard blijft altijd ook wel, zeg maar, je moet wel goed met die omgeving om blijven gaan, maar de basishygiëne is absoluut op orde. Okay. Als je vanuit dit platform uitrolt. Okay. Ja. Nou, dat vind ik wel een geruststellende gedachte, maar ook daar ben ik wel nieuwsgierig naar, zeg maar, hoe dat eruit ziet. Ja. Maar ik vermoed dat je ons straks daar ook iets van gaat laten zien. We gaan straks de demo's doen. Ik zal eerst een en ander uitleggen over hoe de opbouw is van het platform. Ja. En dan zal ik ook laten zien hoe het in de praktijk uitziet. Oké, nou helder. Wil ik die ook graag even parkeren, Peter? Ben ik straks benieuwd naar jouw uitleg. Ja. Hebben we nog een laatste punt, zeg maar even, in deze korte sessie. Beschikbaarheid. We hebben natuurlijk, zeg maar even, over schaalbaarheid gehad, maar tegenwoordig is een winkel, zeg maar, die in WordPress zit, ja, die moet het gewoon 24/7 doen en alles over die dag heen. Ja.
Hoe denken wij daarover? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Nou ja, je wilt natuurlijk geen outage hebben op het moment dat jij veel bezoekers hebt of je hebt iets van de shop op draaien of zo. Ja, ja. Het is key dat hij gewoon altijd doet. Ja. De omgeving mag nooit weg zijn. Dus daar moet je eigenlijk al uitgaan van redundantie. Dus niet één, zeker niet één machine, maar meerdere machines. En eigenlijk moet je dat over alle lagen van de omgeving doen. Je zult straks zien, zo'n omgeving is gelaagd opgebouwd. Dus je hebt een database-laag, een applicatielaag, ja, een beveiligingslaag. En in al die lagen moet redundantie zijn, zodat als iets uitvalt, ja, dat sowieso de site blijft draaien. Ja. Maar ook dat het een soort van zelfhealing is, ja, zodat de omgeving ook weer goed geschaald, ja, ja, neer wordt gezet. En al die componenten die jij net benoemd hebt en die we net besproken hebben, die zitten allemaal in dat PaaS-platform? Klopt, ja. Oké. Okay. Nou, dat klinkt wel heel erg mooi, Peter. Ik ben wel erg nieuwsgierig. Ik zou je willen vragen om ons eens even mee te nemen en eens wat te laten zien. Ja, ik zal aan de hand van deze tekening die we nu in beeld brengen, zal ik laten zien hoe de opbouw is van zo'n platform. Het eerste is eigenlijk een stukje lood. Als je aan de bovenkant van deze plaat kijkt, zie je Premium CDN staan. CDN staat voor Content Delivery Network. Mm-hmm. En dat is met name interessant op het moment dat jij over de hele wereld kijkers hebt. Precies. Dus heel veel data van een website is statisch. Dat kunnen plaatjes zijn, ja, of een stuk tekst wat altijd hetzelfde is. Dat betekent dat het statisch is. En ja, of gebruiker 1 die opvraagt of gebruiker 1000, die, ja, blijven gewoon gelijk. Nou, voor dat soort componenten kan heel goed vanuit een CDN geserveerd worden aan de webbrowsers die de pagina's opvragen. En de CDN heeft POPs, dus Point of Presence, op de 6 continenten van de wereld. Okay. Die staan lokaal dus aanwezig. Dus stel, iemand vanuit Australië klikt op een website die gehost is op ons PaaS-platform. En er staat een plaatje op of een statisch filmpje. Dan zal dat vanuit Australië geserveerd worden, in plaats, ja, van dat het helemaal de wereldbol overboet, okay, en vanuit onze servers komt. Dus we kunnen ook bedrijven, zeg maar, die hun website en hun business over de hele wereld hebben, die kunnen gebruik maken van het PaaS-platform. Ja. Zonder dat ze naar Amazon of Google gaan om daar hun dienst onder te brengen. Dat kunnen wij ook bieden. Ja, wat we hiervoor gebruiken is Verizon, het netwerk van Verizon. Ja. Dat is echt een wereldwijde speler. Okay. Enorm groot netwerk, enorm veel cache servers. Dus dat wordt daar voor ingezet en dat kun je met 1 klik toevoegen aan je WordPress-installatie, ja, binnen PaaS. Dus dat ga ik straks in de demo ga ik dat laten zien, ja, hoe. Maar het is heel eenvoudig toe te passen. En dan voorzie je daar in 1 klap, voorzie je daarin. Oké, okay, interessant. Dus niet alleen voor de Nederlandse markt, maar Europees, wereldwijd. Wereldwijd. Geen enkel probleem voor de distributie en goede performance. Want dat is uiteindelijk de beleving van de eindklant, dat hij een goede performance heeft. Ja, waarbij het dus dan echt niet uitmaakt of je 10 requests hebt of 10.000 of, okay, 10 miljoen. Die netwerken zijn er echt op gebouwd om dat aan te kunnen. Het enige wat dus nog wel vanuit onze datacenters komt, is de dynamisch gegenereerde content. Dus zaken die echt gebouwd worden op het moment dat iemand, ja, klikt. Maar heel veel is vaak al statisch. Dus maar beeldmateriaal, zeg maar, dat wat, ja, veel bandbreedte vraagt, zeg maar, ja, even, dat kunnen we via het CDN-netwerk distribueren of is gedistribueerd. Klopt. Over de wereld heen. Ja. Oké, okay, ja, mooi. Interessant. Nou, dan hebben we de volgende laag, ook basis, dat is encryptie. Het, ja, standaard platform voorziet in Let's Encrypt SSL-certificaten. Mm-hmm. Dat zijn certificaten waarvan je 1 keer instelt van zet maar neer. En daarna wordt die automatisch gerefreshed. Dus de certificaten worden gerenewed eens in een paar maanden, zonder dat, okay, je er verder omkijken naar hebt. Okay. Dat vind ik ook wel een belangrijke, dat zien we ook nog wel eens, certificaten die verlopen zijn, die, ja, downtime, zeg maar, even tot gevolg hebben. Maar, ja, als ik dat goed samenvat, is niet aan de orde op het moment dat je dat in PaaS onderbrengt. Niet aan de orde, volledig geautomatiseerd. Het certificaat, okay, zal niet verlopen. Oké. Okay. En de encryptie is ook op een dusdanig, zeg maar, ja, niveau, ja, dat je daar niet op kan inhacken, zeg maar. Nee, en de browser zal het ook vertrouwen. Het is niet zo dat je dan in de browser nog allerlei meldingen krijgt. Maar okay, het is verplicht, hè? Iedere website hoort een HTTPS-certificaat op te zitten. Inmiddels, ja, SSL-certificaat. Dus daarmee voorzie je in dit platform. Oké, okay, mooi. En daaronder hebben we een Web Application Firewall laag. En de Web Application Firewall is in dit geval eigenlijk meer op de webservice zelf geïmplementeerd. Maar een Web Application Firewall inspecteert het verkeer op een, ja, vrij hoog niveau. Ja. Dus laag 7 in het OSI-model voor de netwerkfreaks. Ja,
Dus dan wordt het verkeer geïnspecteerd of daar rare zaken in zitten. Maar een application firewall kan ook monitoren op bekende vulnerabilities bijvoorbeeld. En dus wordt dat dan ook onderhouden, Peter? Want dat is natuurlijk, dat verandert iedere dag, zou ik haar zeggen. Is dat ook, zeg maar, dat aan de achterkant die kwetsbaarheden continu worden toegevoegd? Ja, dat wordt bijgehouden. Ja. En bovendien, je kunt van versies ook dat op die manier nog weer bijhouden. Vanuit het platform kun je die heel makkelijk, als rolling upgrades, zeg maar, kun je die versies upgraden. Okay. En die WAF die zit dan ook in het platform, zeg maar? Heb ik daar heel veel infrastructuurkennis voor nodig? Heb je niks voor nodig. Je kunt hem aanvinken tijdens uitrollen en hij wordt volledig geïmplementeerd. En of je hem schaalt of niet, hij blijft gewoon meedraaien. Want normaal gesproken is dat complex. Ja, maar WAF is complex, ja. Dat hebben we dus platgeslagen, zeg maar, naar eenvoudige functionaliteit. Klopt. Mooi, interessant. Die zit in dit platform. Ja. Daarnaast hebben we de Lightspeed. En Lightspeed is een bekende naam voor mensen die veel met performance hosting moeten werken. We hebben de Lightspeed ADC, Application Delivery Controller. Dat is de balancer die boven mijn Lightspeed webserver zit. En Lightspeed is een webserver vergelijkbaar met Apache, zeg maar. Ja. Waar ook veel Apache gebruikt wordt bij WordPress. Zie je dat Lightspeed echt behoorlijk sneller is. Lightspeed heeft een aantal handigheidjes in zich, waardoor die veel sneller serveert, veel lagere latency. Dus als je een performance omgeving moet hebben, dan ga voor Lightspeed. En moet ik dat dan ook allemaal zelf installeren als ontwikkelaar? Of is dat wederom, zeg maar, standaard onderdeel van dit platform? Het is wederom standaard. Je kunt hem volledig geautomatiseerd op die manier uitrollen. Het is wel optioneel. Je hoeft het niet met Lightspeed te doen. Nee. Er zijn ook wel lage kosten tegenover. Maar als je die performance wilt, absoluut voor Lightspeed gaan. Dat verschil is echt zo enorm groot. Dat zou ik het altijd adviseren. Maar we gebruiken daar dus marktstandaarden, zeg maar, de beste marktstandaarden, zeg maar. Ja. En met een druk op de knop begrijp ik, zeg maar even, is dat dan ook te activeren? Klopt. En datzelfde geldt voor de Redis cache die in de webserver zit. Op het moment dat je een query doet naar een database, dan komt er natuurlijk een antwoord terug. Maar zo'n query zit altijd even tijd in. Ja. Normaal gesproken doe je een query. Persoon A logt in, doet een query. En persoon B logt in, doet ook een query. Misschien doen ze wel dezelfde query, hè? Ja. Dus eigenlijk zit je dan twee keer een actie op die database uit te voeren die eigenlijk net ook al heeft gedaan. Dat kun je met Redis opvangen. Redis onthoudt in de webserver welke queries er zijn gedaan. Ziet hij dezelfde query langs op, stuurt hij direct antwoord terug zonder dat hij met de database gepraat hoeft te worden. Dus nog alles, zeg maar, ter verbetering en ter optimalisatie van de performance. Performance winst, ja. En ook dat is weer een los onderdeel, maar dat is ook optioneel wat je kan gebruiken. Maar ook dat hoeft dus te gebruiken, vermoed ik, niet meer te installeren. Want dat zit allemaal in dat platform. Klopt. En alles wat ik hier nu benoem, dat wordt allemaal minimaal dubbel neergezet. Dus je hebt iedere keer twee instanties van minimaal twee instanties van iedere component die ik nu benoem. Dus als er iets stuk gaat, zeg maar, in de onderliggende cloud, zeg maar even, dan heeft dat geen consequenties voor het PaaS-platform. Klopt. Voor het PaaS-platform sowieso niet, maar ook niet voor deze WordPress-installatie. Nee, die blijft draaien. Dus ook die redundantie is, zeg maar, in technische zin ook geborgd? Redundantie is geborgd, inderdaad. En we komen straks nog even terug, maar schalen ook. Dit is een platform wat meeschaalt op het moment dat die load er is. Okay. Dat laat ik in mijn demo nog even zien. Interessant. En dan komen we bij het onderste component in de laag en dat is de database-laag. In dit geval de full-blown installatie, de WordPress Cluster Kit, zoals die heet in het platform. Mooie naam, ja. Is er een MariaDB Galera cluster neergezet. En dat zijn clusters met active-active database servers. Dus niks passive of slave, allemaal active. Waarbij bij uitval van één van de servers, er staan er drie minimaal, alles gewoon door kan draaien en de server die uit is gevallen weer in de lucht geholpen kan worden. Maar dat ook weer met het oog op die redundantie die je absoluut nodig hebt. En is er dan nog, zijn er beperkingen aan de groei van de database en de omvang, Peter? Ja, in principe is dat oneindig. Je zou er oneindig neer kunnen zetten. Dus daar zit verder geen keiharde limiet aan. Nee. Dus weet je, of je nu een kleine webshop bent, een bloemenwebshop, tot en met, zeg maar, een bol.com-achtige platform, zeg maar. Ja. Dat kan in de basis en in essentie kan dit gewoon, zeg maar, op een platform zoals Provider dat faciliteert, zeg maar, kan dat gewoon draaien. Ja, nou ja, kijk, als het enorm grote omgevingen worden, dan zou ik ons altijd even vragen om even mee te kijken, mee te denken.
Want dan moeten we misschien het op een iets andere manier inrichten. Maar je kunt hier echt enorm grote omgevingen, ja, grote WordPress-sites, want daar hebben we het wel over, hè, WordPress. Ja. Die kun je op deze manier hosten. Dat is wel goed, hè, want het portaal is heel veel self-service gericht, ja, om zelf te doen. Maar ook wel goed om te benoemen dat er veel kennis aanwezig is. En dat is op het moment dat er, zeg maar, bijzondere wensen of eisen zijn, dan kunnen we daar met jullie ook over nadenken. En dat designen mocht dat nodig zijn. Ja. Dus heel erg interessant, Peter. Volgens mij zijn we dan, zeg maar, als we kijken, zeg maar, naar, nou, wat kun je dan allemaal in dat platform, zeg maar, hebben we dat benoemd. Denk ik dat we ook best veel verteld hebben. Ik denk dat er best veel interesse is, Peter, om wat te zien. Dan ga ik verder met mijn demo. Ja, ga je gang. We zien hier het provider portal. En vanuit de marketplace kan ik de WordPress installatie starten. Hier zitten een aantal opties die ik mee kan geven voor de uitrol van zo'n cluster. Als eerste de scaling strategie. Wanneer gaat het automatisch bijgeschaald worden en afgeschaald worden? Ik heb daar 3 mogelijkheden. Low load, dat betekent dat er op het moment dat meer dan 70% load op de applicatieservice is, er automatisch applicatieservice bijgezet worden. Medium, die doet hetzelfde, maar dan vanaf 50%. En de high load, die gaat met stappen van 2 nodes per keer bijzetten op het moment dat je meer dan 30% load hebt. Voor de demo selecteer ik deze even. Hier wordt wel eens vrij snel geschaald, opgeschaald. Dus als je piekbelasting verwacht, dan is dat een prima keuze. Verder is voor de demo mooi om te zien wat het gedrag is. Ik heb de verdere opties. De Lightspeed webserver zoals aangegeven. Ik hoef die niet te kiezen. Dan wordt er gewoon Nginx uitgerold. Dat is ook mogelijk, maar voor echt high performance zou ik Lightspeed adviseren. WordPress Brute Force Attack, die gaat kijken naar het aantal mislukte inlogpogingen. Zijn dat te veel, dan wordt het getrotteld of geblokt. De Web Application Firewall is optioneel, kan hem aan- en uitzetten. Het MariaDB Cluster, als ik deze uitzet, wordt er gewoon een enkele instantie van MariaDB in de omgeving geïnstalleerd. Heb ik hem aanstaan, worden er minimaal 3 instanties neergezet. Always on. Dan de automatische Let's Encrypt. SSL-certificaten worden automatisch renewed, dus zullen nooit verlopen. Dan de optie voor het CDN, het Content Delivery Network. Als ik die aanzet, wordt daar automatisch gebruik van gemaakt. Ik hoef daar verder niks aan te configureren. Dat gebeurt automatisch bij de uitrol van de omgeving. Dan heb ik de mogelijkheid om een ClusterFS cluster neer te zetten. Dat is een storage cluster die in de omgeving neergezet wordt dan. Waarbij de data die opgeslagen wordt of meerdere nodes verdeeld neergezet wordt. En ik heb toch de mogelijkheid om meerdere WordPress installaties aan elkaar te knopen. Bijvoorbeeld, je wilt een installatie in PDC 1 en 1 in PDC 2 als 1 omgeving laten fungeren, kan ik dat hier aangeven. Geef ik een lampje aan en ik rol hem uit en ik ga hem bouwen. Dat is alles wat ik hoef te doen om een high performance WordPress cluster neer te zetten. Voor de demo heb ik vast een omgeving klaargezet. Die zien we hier. Hier zie je de hele opbouw. Je ziet hier de application delivery controller. 2 nodes, dus redundant uitgevoerd. De applicatieserver zelf, Lightspeed. Je ziet hier de databases, dat is de Galera cluster. 3 nodes, hè, zoals aangegeven. En als we dan de omgeving bekijken hoe dat er zo uitziet, dan zie ik hier het SSL-certificaat boven zitten. Het Let's Encrypt-certificaat. De Web Application Delivery Controller. Wederom de webservice, database cluster en de storage. Ik zou eventueel hier ook al wel wat kunnen doen met het uitbreiden. Stel, ik heb altijd een load waarvan ik zeg, nou, ik wil toch minimaal 3 webservices hebben. Dan kan dat eventueel hier.
Dan hebben we de settings aan de buitenkant. En hier zien we allerlei gegevens die ik in kan vullen. Als ik een URL heb die ik zelf wil geven aan de site, kan ik dat hier ingeven. Ik heb een Let's Encrypt certificaat. In dit geval staat het op de demo site, gewoon op ons eigen domein. Maar hier kan ik ook van maken wat ik wil, zodat het certificaat ook voor eigen domein automatisch wordt aangepast. Dan hebben we de CDN eventuele gegevens die ik daarin kan vullen. Ook weer de domeinnamen, eventueel hostheaders. En ik kan nog aangeven van hoe wil ik dan de boel gebalanced hebben. Verder kan ik van Lightspeed nog aangeven of ik daar nog iets bijzonders mee wil, hoeveel workers ik wil. In dit geval is de licentie die betaald wordt 6 euro in de maand. Light is voor Magento, die is hier verder niet aan de orde. Een belangrijke feature is natuurlijk de autoscaling in het platform. Als ik in de settings kijk naar de autoscaling van de webservers, kan ik zien wat de settings zijn die tijdens de installatie zijn meegegeven, waar de high load gedaan is, dus bij 30% opschalen, afschalen indien nodig. Deze settings kan ik hier aanpassen naar mijn eigen believen op het moment dat ik het nodig vind. Als we dan kijken naar de cloudlets die in rust van zo'n platform nodig zijn, zie je dat er maar een paar zijn eigenlijk die in gebruik zijn. Om te demonstreren wat de test doet, zet ik nu load op de omgeving met Gmeter. Ik ga load toevoegen aan de omgeving door een aantal queries los te laten die tegelijkertijd zoekopdrachten geven. Hier zien we de load komen inderdaad. En je ziet direct dat het aantal cloudlets, dus het verticale schalen, dat het vol raakt. Dat is waar horizontaal schalen zijn werk gaat doen. Je ziet dat er nodes bijgemaakt worden. Die zijn er nu bijgeplaatst. En als ik de test nou weer stop, dan zul je zien dat die load ook direct weer van de omgeving afgaat. En hiermee heb je net op tijd die omgeving uitgebreid om die load aan te kunnen. Tot zover de demo van vandaag. Mocht er meer informatie gewenst zijn, dan neem gerust contact met ons op. En mocht je zelf willen testen, dan kan dat via de link die in de aftiteling wordt getoond. Bedankt!